De afgelopen weken hebben we te maken gehad met wisselvallig zomerweer. Waren er soms dagen bij waarbij het lange tijd regende en waarbij de zon er ook niet of nauwelijks aan te pas kwam. We zien hier groene weilanden op de foto. Nou, met al dat regenwater zou je dat natuurlijk niet zoveel verbazen, maar we zien ook een blauwe lucht. Met die zomerse stapelwolken en vooral aan het begin van deze tiendaagse periode, zullen we dit soort plaatjes weer vaker tegenkomen. Maar op de wat langere termijn bestaat er toch wel wat onzekerheid. Wat verschillen tussen de diverse weermodellen over hoe lang dit zomerse weer nog stand weet te houden. Of er weer een koele westenwind opsteekt. Of dat we in die warme lucht blijven zitten. Nou, we staan dus eigenlijk een beetje aan de vooravond van een weersomslag. We hebben de laatste tijd veel met lage drukgebieden te maken gehad. Momenteel nog veel regenwater in het zuiden van Scandinavië. De storm Hans omgedoopt tot die naam. Door de Noorse weerdienst, ook ten westen van Ierland op de Atlantische Oceaan, zien we nog die lage drukgebieden terugkomen. Maar bij ons gaat het weer eindelijk wat stabieler worden. Een hoge drukgebied vanuit Bretagne trekt geleidelijk weg in oostelijke richting. Daar krijgen wij dus mee te maken. En voordat het zover is, hebben we ook nog met een rug van hoge druk te maken. En dat zorgt er allemaal voor dat het buien signaal wat gedrukt wordt en dat we de zon ook wat vaker zullen gaan zien. Maar er gaat wel nog wat aan neerslag vallen. En dat is voornamelijk aan het begin van het weekend het geval. Want er komt een warme zuidenwindopgang. En die warmte wordt vervolgens weer verdreven door wat buien. Daar hebben we vooral vrijdagavond en op zaterdag mee te maken. We zien hier die buien voorzichtig al een beetje in de modelanimatie tevoorschijn komen. En vooral op zaterdag moeten we toch wel weer rekening houden met wat meer buien. Dan gaat de temperatuur ook geleidelijk weer wat omlaag. Komen we toch wel wat meer onder de invloed van dit lage drukgebied te liggen, keert die wisselvalligheid tijdelijk eventjes weer terug. Maar het is de vraag of we na het weekend. Ook nog met die lage drukgebieden vanuit het westen te maken hebben of dat die hoge drukgebieden weer het stokje overnemen. En daar bestaat dus wat onzekerheid over tussen de verschillende weermodellen. En als we dan even de animatie van GFS volgen, dan zien we dat die lage drukgebieden hier nog wel een beetje blijven rondtollen, maar dat er ook niet een heel overtuigend signaal is voor een heel sterk en krachtig hoge drukgebied boven Centraal-Europa. Dus dit weermodel is er ook nog niet zo heel zeker van. Maar als we dan bij volgende week woensdag zijn aanbeland, dan zien we toch wel weer heel veel blauw in de kaart. Toch wel redelijk wat buienactiviteit bij ons land in de buurt. Dus als we dit scenario moeten volgen, lijkt die koele westenwind aan de winnende hand. Nou, dan wil ik nog heel even naar die warmte van de komende dagen kijken. Want we krijgen dus met een hoge drukgebied te maken. Wind gaat naar het zuiden draaien. En dan komt dus die warme lucht vanuit Zuid-Europa onze kant op. Vrijdagochtend 15 of 16 graden op de thermometer. Dat zijn prima temperaturen om je dag mee te beginnen. Die temperatuur gaat in de loop van de vrijdag wat verder oplopen, in het zuiden van het land 26 tot 28 graden. Nou, op zaterdag hebben we met die buien te maken, dan blijft het kwik op 20 graden steken. En als we dan even naar zondag eind van de middag kijken, dan is de maximum temperatuur zo'n 23 graden. En dat is eigenlijk een hele normale temperatuurwaarde voor midden augustus. Zuidenwind in de zomer. Ja, dan moet je toch ook al snel weer aan Sahara-stof denken. En dat komt ook wel een beetje onze kant op. Maar het zwaartepunt ligt de komende tijd toch echt wel boven het uiterste zuiden van Europa. Maar als je op vakantie gaat naar Spanje of Portugal... kun je daar best wel eens een hele mooie zonsondergang doortreffen. Nou, en in de aanloop naar het weekend zien we met die zuidenwind... geleidelijk wel iets meer stof onze kant op komen. Maar het is niet heel uitgesproken. Maar het zou best kunnen als er zaterdag een buitje valt... Dat er dan toch wel een heel dun laagje stof op je auto kan neerslaan. Nou, we zien nu hier vrijdag aan het eind van de dag echt de uitloper van die stofpluim Nederland weet te bereiken. Maar het meeste blijft allemaal ver ten zuiden van ons. We hebben net even de animatie van het GFS-weermodel bekeken. Ik heb hier de temperatuurpluim van het Europees Weermodel. Nou, dan valt op dat de vrijdag echt bij uitstek de warmste dag is, met in het zuiden van het land dus 28 graden. Daarna doet de temperatuur weer een klein stapje terug. Maar we zien vooral na het weekend die toenemende onzekerheid. En dus ook de verschillen in de pluim. Maximum temperaturen die net onder 30 graden uitkomen. Maar als we dan ook even naar die onderste members kijken, ja, dan zitten we net iets boven 20 graden. En dat is dus de strijd tussen die koele westenwind en die warme oostenwind. En deze temperatuurpluim is er dus ook nog niet helemaal over uit welke windrichting uiteindelijk aan de winnende hand gaat zijn. Maar wat weerbeeld betreft hebben we eigenlijk nog wel een paar hele mooie dagen voor de boeg. We zien hier de hoeveelheid schaduwgevende bewolking, dus de bewolking die echt belemmerend is voor de zon. En dan zien we toch wel heel erg veel gele staafjes terugkomen. En dat geeft aan dat de zon echt wel van tijd tot tijd behoorlijk gaat schijnen. En dat we dus eigenlijk gewoon mooi zomerweer kunnen verwachten. En de temperatuur daarbij is dus heel erg sterk afhankelijk van de windrichting.